We hebben het vorige keer gehad, vorige keren moet ik zeggen, over juiste concentratie. Hè? Juiste concentratie, daar begonnen we eigenlijk de derde avond mee. En dat ging dus eigenlijk het feit wat we hier eigenlijk doen in meditatie, namelijk dat we onze aandacht naar het hier en nu brengen. En uiteindelijk, wanneer we ons op één punt richten, op een natuurlijke manier, dat we uiteindelijk allerlei positieve gevolgen daarvan ervaren. En dat het uiteindelijk aangenaam is om dat zo te doen. En, dit proces is een heel natuurlijk proces en in boeddhisme noemen we dat juist de concentratie. En het is in feite het proces wat uiteindelijk leidt tot, tot ontwaking, tot helderheid van geest. En ook wat belangrijk is, tot geluk, goed in je vel zitten. En meer vrijheid van geest ook. Dat was een beetje het verkooppraatje toen. Toen hebben we het gehad over hoe we meditatie integreren in ons dagelijks leven. Zowel de aspecten van de plaats waar je woont en werkt. Wat nu een beetje dezelfde plaats is voor veel mensen. En dan heb je het over de mensen met wie je omgaat, het sociale aspect. En natuurlijk ook het gezondheidsaspect. En dan hebben we het ook gehad over de hindernissen die je kunt tegenkomen in meditatie. Dat waren er nogal wat. Maar de belangrijkste zijn eigenlijk deze vijf. En de hindernissen van de eerste twee, zintuigelijk verlangens en boosheid, het uitzicht meestal als een soort van afgeleid zijn. En dan hebben we natuurlijk ook de andere kant van het verhaal, dat je juist heel erg traag bent met je aandacht. Sloomheid en traagheid. Het kan ook zijn dat je gestrest bent, opwinding en piekeren, en twijfelt aan de methode of aan jezelf. Dat zijn allemaal hindernissen die je zodanig in de war kunnen sturen, dat je echt vast zit in meditatie en niet verder kunt. Dat het eigenlijk niet meer leuk is om te mediteren. Nou, als je dat ervaart, besteed daar wat aandacht aan. Dat hadden we met elkaar besproken. Dus ga niet doordrammen, maar ga dan even een stapje terugzetten. Kijk naar jezelf. Reflecteer eventueel op de vergankelijkheid of doe je ogen even open. Ga eventjes naar jezelf kijken en dan pas weer verder. Dan hebben we het vorige week gehad over drie doelen in de oefening buiten zitmeditatie, die zich uiten als 10 dagelijkse oefeningen. Dus dat je gewend raakt aan het middelpunt of aan de middenruimte, door bijvoorbeeld daar even aandacht aan te besteden als je wakker wordt en als je in slaap valt. En je kunt ook meer positief leren denken. Bijvoorbeeld, dan denk je aan de goede daden die je hebt gedaan, bijvoorbeeld voor je gaat slapen. En als je iemand iets goeds doet, dan, als je iemand iets goeds ziet doen, dan laat je dat ook aan die persoon weten. Wat mooi dat je iets goeds doet. Dat zijn zo wat voorbeelden die ik heb genoemd. En meer positief denken. In de woorden van Kunyai, de non die onze tempel heeft gesticht in Thailand, die zei altijd, je moet een zegening nu en dan in jezelf doen. Dat is een beetje moeilijk te vertalen, maar je moet een zegening in jezelf brengen. Nui, hoe zou jij Amon Kunsai Tor, hoe zou je dat vertalen in het Nederlands? Amon Kunsai Tor, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja. Ja, positieve dingen in jezelf brengen. Ja. Dat is wat Kunyai zei. Dus dat is in feite ook een belangrijk onderdeel van het onderhouden van je meditatie in het dagelijks leven. Want laten we niet vergeten, deze hele serie van avonden gaat over hoe je meditatie kunt integreren.
in je dagelijks leven. Nou, we hebben het ook gehad over dat je je ervaring kunt bijhouden en dat je er bewuster van wordt. Oké, deze keer gaat het over gelijkmoedigheid. Dat is de betekenis van het woord tjöi in het Thais. En tjöi is natuurlijk een woord dat we niet zoveel kennen in het Nederlands. En het Nederlandse equivalent, gelijkmoedigheid, zeggen we ook meestal niet zoveel. Dus een beetje een filosofisch woord. In het Thais echter, in het Thais is het best wel gebruikelijk om dit woord te gebruiken. En meestal zeggen we dat als iemand tjöi is, dat hij niets doet. Of dat hij eventjes gewoon tot rust komt. Daarom is het ook een woord dat iets meer gebruikelijk is in de Thaise taal dan bij ons. Het gaat ook samen met drie andere kwaliteiten. Daarin, in die context, wordt het veel genoemd door leraren. Leraren mindfulness, en ook meditatieleraren in de boeddhistische traditie. Liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde. Die kwaliteiten worden door veel leraren in Nederland wel de hartkwaliteiten genoemd, ook in Vlaanderen. In die context wordt het wel veel genoemd. Maar wat is het nou eigenlijk, gelijkmoedigheid? Nou, er zijn drie betekenissen eigenlijk die in de boeddhistische teksten eraan worden gegeven. Al worden die niet zodanig onderscheiden. Dit is het onderscheid dat onze leraar in Thailand heeft gemaakt. En hij zei eigenlijk, dus het is een betekenis die heel ruw is, heel grof, hè, van onpartijdig zijn. Onpartijdig zijn is eigenlijk, zie je heel duidelijk in de context van die hartkwaliteit, hè, waar we het over hadden zojuist. De hartkwaliteiten, is het belangrijk dat je onpartijdig bent, want je kunt moeilijk echt universele en waardevolle liefde ontwikkelen voor je medemens. Als je de ene persoon heel fijn vindt en de andere persoon een enorme hekel aan hebt. Dus een kwestie van een zekere onpartijdigheid, een zekere niet je laten leiden door voorkeur en afkeur. In de context van het zijn van een lijden of in de context van het zijn van een ouder, hè, een moeder of een vader. Is het al heel belangrijk om die onpartijdigheid te hebben. Zeker als je meerdere kinderen hebt, of als je een werkgever bent, meerdere werknemers. Is er een Thaise man op bezoek? Oh. Nou ja, er is waarschijnlijk dan een Thaise man die Payok heeft teruggebracht. Okay. Ja, ik weet het niet precies. Nou, ik ga zo wel even kijken. Het zal wel geen inbreker zijn, hè? Ja. Hij rende niet weg, dan zal het geen inbreker zijn. dan hebben we natuurlijk het aspect van kunnen loslaten. Dat is een heel belangrijk onderdeel ook van gelijkmoedigheid. En dat is eigenlijk waar we vandaag over praten. Want wat we eigenlijk in meditatie leren, is kunnen loslaten. En dat is ook wat je in de context van de hartskwaliteiten bekijkt. Hè? Als je er even naar kijkt. Je kunt wel vriendelijk zijn naar iedereen, maar soms kun je niet iedereen helpen. Je kunt niet iedereen altijd helpen. En dat is een belangrijk onderdeel, want in heel veel beroepen heb je soms liefde en compassie nodig, maar je kunt het niet altijd iedereen helpen. En daarom is die gelijkmoedigheid, dat is ook een kwestie van kunnen loslaten als je niet iemand kunt helpen. De derde kwaliteit van gelijkmoedigheid, het derde aspect, is evenwicht van geest. En dat is eigenlijk wat je niet alleen... Dat is eigenlijk wat je oefent in meditatie direct. Dus niet alleen het aspect van kunnen loslaten, maar gewoon een zekere, op een diepgaand niveau, dat je je gedachten kunt zien voorbij laten. Zonder dat je ze probeert
af te stoten of aan te trekken. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, dat is ook het hele diepere betekenis van gelijkmoedigheid. En in die context hebben we het ook wel eens in het Nederlands over gewoon de dingen laten zijn. Toch? Zo zou je dat wel kunnen zeggen. Maar hoe, dat is allemaal heel mooi, maar hoe ontwikkel je dat nou eigenlijk? Hè? Hoe ontwikkel je dit in meditatie? Dat is best wel een heel mooi verhaal allemaal, maar hoe doe je dat dan? In de context van meditatie, er zijn eigenlijk twee manieren waarop we het kunnen ontwikkelen. In meditatie en buiten meditatie. En die twee, in mijn ervaring, hangen met elkaar samen. Als we buiten de meditatie vaak gelijkmoedigheid ontwikkelen, dan is het ook in de meditatie makkelijker. Ook als je dus in de meditatie in feite de gelijkmoedigheid leert, het laten zijn van de dingen, dan is het dus ook makkelijker om buiten de meditatie het voor te zetten. Nou, dit is het verhaal van in de meditatie. Gaan we eerst even naar kijken. De metaforen die van onze abt en leraar in Thailand komen. Wees bevriend met elke ervaring. Vind ik wel mooi. Een soort van, innerlijke milieuvriendelijkheid. Ja, gewone dingen laten zijn. En sommige ervaringen zijn fijner dan andere. Maar we laten de dingen zijn, zodat we niet van ons innerlijk huishouden een puinhoop maken, maar dat we gewoon de dingen de ruimte geven en dan komen ze vanzelf op de pootjes terecht. Deze gebruik ik zelf vaak tijdens de begeleiding. Wees net als een buis waar je gedachten als water doorheen lopen. Deze werkt bij mij niet zo goed, maar bij sommigen misschien wel. Doe net alsof je geen hersenen hebt. Dat is voor mij niet zo moeilijk. Kijk, ja, ik zal er maar niks van zeggen, maar ik zou er niet op jezelf neerkijken. Doe net alsof je geen hersenen hebt, is eigenlijk het idee inderdaad van maak het simpel. Hè? Maar dat betekent natuurlijk niet dat je zo dagelijks door het leven gaat. Dat is een houding in meditatie. Doe net alsof er niets aan de hand is. Dit is een beetje moeilijk te vertalen, maar in het Thais zeg je Meru Michi, dat is net alsof je eigenlijk iets verkeerd hebt gedaan, maar je doet net alsof er niks aan de hand is. Ja, geen aandacht eraan besteden. Dus het gewoon laten, maar er niet specifiek op gaan inzoomen. Nee, natuurlijk. Ja. Doe net alsof er niets aan de hand is. En deze gebruikt Andy ook heel veel, volgens mij. We zijn de kijker, niet de regisseur. Ik weet niet hoe hij dat in zijn woorden zegt. Ja. Deze is ook van onze abt. Wees nog opgewekt, nog te neergeslagen door je gedachten. Deze klinkt een beetje filosofisch als je hem vertaalt uit het Thais, maar in het Thais klinkt het wat Ja, in feite wel. In feite is dit eigenlijk al het doel van gelijkmoedigheid. Hè? Je gedachten zijn net als wolken of de vogels in de lucht. Nou ja, ik denk dat je het een beetje begrijpt al. Wees net als een wijs geer of een wijs iemand die veel ervaring heeft, die alle dingen gewoon laat gebeuren. Nou, dan gaan we eens even kijken naar je dagelijks leven. Hoe je dat dan kan integreren in je leven. Nou, dat zijn vier overdenkingen die je kunt meenemen. Oh, pardon. Overdenk dat alles om ons heen onbestendig is. Oftewel vergankelijk. Dat is één oefening die we kunnen doen. Alle dingen om ons heen zijn vergankelijk. Dat wil niet zeggen dat alles onbelangrijk is. Hè? Dat gaat natuurlijk wel een beetje te ver. Sommige dingen zijn wel belangrijk. Maar we realiseren wel dat ze onbestendig zijn, vergankelijk. Ja. Bijvoorbeeld onze dierbaren, onze ouders bijvoorbeeld, zijn ook heel belangrijk. Maar
ze zijn wel op een dag niet meer op deze aarde. Of we denken dat alles om ons heen uiteindelijk onbevredigend is. Dat klinkt een beetje pessimistisch. Wat daarmee bedoeld is, is dat er niks buiten ons, buiten onze eigen geest, ons werkelijk volledig gelukkig kan maken. De enige die ons uiteindelijk gelukkig kan maken, zijn we zelf. Dus we kunnen wel alles mooi in orde maken. Een mooi huis, een mooi appartement, huisje, boompje, beestje, een fijn gezin. Maar uiteindelijk, als je niet in jezelf goed in je vel zit, dan spring je uiteindelijk gewoon uit het raam. En uiteindelijk is het dat belangrijkste. Dus, ja, dat is eigenlijk het idee. Alles om ons heen kan ons niet een volledig geluk geven. Of we denken dat alles om ons heen een verandering onderhevig is, is een beetje vergelijkbaar met de eerste. Sommige dingen zijn niet vergankelijk of moeilijk te zien hoe ze vergankelijk zijn. Bijvoorbeeld de zon. Ja, de wetenschap zegt dat op een dag de zon er niet meer is. Maar dat zien we niet echt snel gebeuren. Dus soms is het misschien makkelijker om aan de verandering te denken. Vandaag is de zon, die gaat op die tijd op, komt op die tijd op en dan een keer op een andere tijd. Ja, we zien misschien niet zo snel dat onze eigen geest vergankelijk is. Maar het is wel duidelijk dat onze geest voortdurend verandert. Dan overdenken dat iedereen uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk of ongeluk. Dat is met name wanneer we anderen proberen te helpen. Dan is dat een beetje, ja, soms is het wel belangrijk om even daarover na te denken. We kunnen wel de deur open doen voor iemand, maar uiteindelijk moet die persoon zelf binnenkomen. We kunnen wel de juiste weg wijzen naar iemand, maar uiteindelijk moet die persoon zelf, ja, gaan lopen. Of gaan stappen, zoals je in Vlaanderen zegt. Je moet uiteindelijk, kun je niet iemand volledig helpen. Dat is een beetje hoe de wereld in elkaar zit. En uiteindelijk is de beste manier om gelijkmoedigheid te ontwikkelen, is natuurlijk door veel te mediteren. Ja, en daar wilde ik het voor vandaag bij laten. Gelijkmoedigheid is dus een mooie en belangrijke kwaliteit. En ja, als je het een beetje een gek woord vindt, kun je ook altijd terug naar Thierry in het Thais. En dat is eigenlijk iets waar je, ja, toch wel een beetje aandacht aan moet besteden als je die meditatie wil ontwikkelen. Dus daar wilde ik het bij laten voor vanavond. Een beetje later dan verwacht. Maar we hadden ook een inbreker in de tussentijd. Ja, zijn hier nog vragen of commentaren over? Dan doe ik even de opname uit.